Oh! Heel erg bar! Belangrijkste. Hou je weg! Niet overgeven. Welkom bij de quiz. De quiz waar twee deelnemers tegen elkaar op gaan nemen en vragen moeten beantwoorden over muziek en YouTube. Heb je nou een vraag fout? Geen probleem, gewoon doorgaan weer oppakken. Maar heb je een vraag goed? Dat is goede zaak, krijg je punten, maar dan moet je wel iets heel doen. Ja. Wil je dat niet? Kan dat, kan je het aan je tegenstander overdragen. Degene met de meeste punten, die wint. Maar ja, die heeft natuurlijk wel de meeste dingen gedaan. Yes, dit is de quiz. En vandaag hebben we twee prachtige kandidaten, Joes. Ja, zeg ik Vonneke, dan zeggen jullie Bonneke. Ze is natuurlijk begonnen op Instagram, maar doet nu haar ding op YouTube. Ik heb het over de queen van de gekke bekken. Niemand minder dan Vonneke, Bonneke! En deze meid is de grappigste beauty guru chick van Nederland van dit moment. Ze kan krullen zetten met rietjes. Ze kan je hart stelen met een knipoog. Give it up voor Saar! Kom je leden. En dames, vandaag strijden jullie om een hele dikke prijs. Namelijk tickets naar Rome. Yeah! Best vet. Twee tickets, dus hartstikke leuk. Ja, je kan lekker met je vriendje gaan. Komt goed. Het is goed genoeg op de achtergrond. Ja. Yes, en daarmee is het tijd voor ronde 1. De snelheidsronde. Wie als eerste knijpt, die mag antwoord geven. En voor deze vraag krijg je 10 punten. Ja, dames, de vraag is vandaag als volgt. Wie is er ouder? Dille Hagens of Enzo Knol? Enzo Knol, bitch. Dat is fout! En dat betekent dat jij het goed hebt. Oh, amazing. Ben je er blij mee? Geweldig. Maar bij het goed ja. Hoort ook iets Dus jij moet de hele dag het volgende pak aantrekken. Je mag nog nee zeggen, ja, maar dan krijg je niet de 10 punten. Wil je doen? Kom maar door, schatting. Oké, heel goed. Amazing. Okay. Nou, Saar, je ziet er voortreffelijk uit. Ga ja, weet zitten. Ik denk. Maar het zijn wel 10 punten. Het staat nu 10-0 en daarmee gaan we door naar ronde 2. Oké, dames, schrijf op. Hoeveel uur per dag wordt er wereldwijd geüpload op YouTube? Joes, geef je ze pen en papier. Thanks. Wie het dichtstbij zit, wint. Upload jij veel of niet? Niet meer, man. Nee, weinig, hè? Ja, man. Fuck die AdSense. Oké, hebben jullie allebei een antwoord? Ja. Nou, Vonneke, jij eerst. 13. Oh ja, dat is een heel goed antwoord. Miljoen. Dat is een miljoen. 13 miljoen. 13.246.016. Oké, ambitieus per dag, ambitieus. Ah, ja. Saar, wat zeg jij? Laat me naar de camera zien. 3 miljoen. Ja, het antwoord is, per dag wordt er 576.000 uur per dag dus geüpload. Dat betekent dat Saar gewonnen heeft, alweer. Maar ja, bij het winnen hoort natuurlijk ook weer iets Wij willen namelijk in jouw telefoon een foto maken van onszelf. Ja. Die plaatsen op je Instagram. Oh, jammer. En we willen graag ook iemand bellen vanuit je telefoon. Vertrouw je me? Nee. Oké, allereerst gaan we een selfie plaatsen. Wow. Wie is de bekendste persoon in je telefoon? Zullen wij even kijken? Want, Maar straks is het ding aan het verwijderen hier. Oh, kijk, oké. Geen vrij spel. Ja, doen we gewoon selfie. Jouw Instagram gaat trouwens helemaal los. Ik zie je doen. Hey baby, waar ben je? Waar ben je nu? Ja. Ja. Wat? Ja, mijn vinger is gelukt. Wat? Wat? We gaan door naar ronde 3. Oké, dames, dit is de tekenronde. Joes gaat een bekende celebrity tekenen en jullie moeten raden wie het is. Bij een goed antwoord, wie het eerste raadt, krijg je 10 punten. En ik ga af en toe hints geven. Oké. Dit is al best wel een goede hint. Het is een vrouw. Oh. Aha, misschien moet je even je kartje weghalen. Oké, ik ga jullie één kleine hint geven. Ze zit op YouTube. Ze doet Nederlands, maar ook internationaal. Oh, wacht. Nicki Tutorials. Yes, ja! Dat is goed! Ja! Sterk, ja! En dat betekent natuurlijk maar één ding, zeg het maar. Ik moet iets doen. Yes. Jij mag je tanden gaan poetsen. Voordat jij mag gaan beginnen, moet eerst Vera zijn tanden poetsen. Dus jij moet dan met diezelfde tandenborstel ook je tanden poetsen. Wil je dit doen? Nou, je hebt toch vast wel eens gehoordere dingen in je bek. Je wilt dit doen? Wat? Valt dit best mee. Oké, ja, is cool. Maar goed, je moet ook zeg maar goed je kiezen die je nog nooit hebt gepoetst. Daar moet je langs. Doe maar even je tong. Maar niet overgeven dan, hè. Godverdamme. Zo, voor onder. Heel erg warm. Ja, is lekker. Eerst beginnen met de kiezen rechtsachter. En dan als je een beugeltje hebt gehad, moet je niet vergeten ook om daartussen weer te poetsen.
En natuurlijk het allerbelangrijkste. Oh god, hou je weg. Niet overgeven. Hey! Ik heb echt enorm respect voor je en daarmee gaan we door naar ronde 4. Yeah, it's your boy Keis, baby. Zo kennen jullie mij natuurlijk. Maar ik heb een vraag voor jullie. Wat is mijn echte naam? Je mag een gokje doen. Jezus, man. Oké, dames, jullie weten allebei niet het antwoord. Je mag wel een hulplijn inschakelen. Oké, ik schakel mijn hulplijn in. Oké, kom maar. Hij staat daar. Nou, hand erbij. Het is Flo. Roselski. Mensen die het niet wisten, mijn echte naam is Roselski. Dat was mijn motherfucking naam, bitch. Ja. En de kip is destroyed. Maar ja, of jij zo blij moet zijn met het juiste antwoord, dat weet ik ja, nog niet. Ja, zomaar doe ik blij. Ja, ik zou niet in jouw schoenen willen zitten nu op dit moment. Ik heb in ieder geval hier een filmpje. En daar moet jij naar kijken. Een bevalling? Ja, donderop. Als je, je mag niet wegkijken. Oké. Okay. Wow, splash. Waarom lach je dit? Oh, er komt water uit de doe ik. Nee. Wow, gewoon doe het jezelf. Hoe kan je dit kijken? Thuis! Waarom vind je dit grappig? Wat is er mis met vrouwen? Vrouwen zijn echt zo fucked up. Nou, dat was hem. Je hebt het wel gehaald in ieder geval. Ik weet niet hoe je dit hebt kunnen kijken, maar heel goed gedaan. Je hebt in ieder geval 20 punten gescoord. Sai, je hebt ook 20 punten. En daarmee is het nu tijd voor de finale. Hoeveel Nederlandstalige YouTube-kanalen boven de 100.000 abonnees kunnen jullie opnoemen in 15 seconden? 15. Hoeveel denk jij dat je dat kan opnoemen ongeveer, plus minus? 10. 10? Wat zeg jij? Ga je daarboven? Ja, dan doen we er 11. 11? Ja? Maar jij kan niet meer dan 10? Ik denk het niet, man. Nou, dan moet jij het doen, Saar. Oké. Ja, okay, ik denk dat je dat kan. Ben je er klaar voor, liefschat? Ja. Ja? Ja. Dan gaan we nu beginnen. Stuk TV, Enzo Knol, Dylan Hagens, Milan Knol, Die is voor Delft, Yami, Sophie Milzink, Beauty Lab, Masha. 5 seconden. En Saar. Nog 3 seconden over, je hebt het ongelooflijk goed gedaan. Woe! Maar je weet het, de finale is en dat heeft allemaal te maken met het volgende. Je moet namelijk iets hiervan eten. Oké. Okay. Wat namelijk heerlijk is aan deze delicatessen, is een stukje, niet oog, hersenen. Oh, dat vind ik eigenlijk best wel cool. Ja? Dat vind je cool? Ja. Wow, jongens, dit is het verkeerde effect. Bro, echt, dit moeten we niet hebben. We moeten wel even... Breng maar. Ik ben hier wel echt benieuwd naar, eigenlijk. Een stukje schapenhersen. Ja. Ja, respect. Ik zou het niet doen. Het ruikt niet goor. Je hoeft het niet te doen, hè? Nee, I'm ready. Oké, nou, tas toe. Bon appétit. Oké. Waar smaakt het naar? Je moet het wel binnenhouden. Houd binnen. Houd binnen, niet nadenken. Fear Factor, Joe Rogan. Houd vast. Joe Rogan. Ja, hij presteerde dat toch. Zij, heb het al op? Ja. Ja, is het weg? Is het weg? Ja. Dat verraden ze in mijn ogen. Ik ga zo meteen kotten. Ze gaan nu denken als het schaap. Wel. Holy shit, Saar, je hebt een clownspak aan, we hebben je telefoon misbruikt en je hebt een stukje hersenen gegeten. Jij bent hier vandaag de winnaar van de kutquiz! Yo! Joes, doe het! Je gaat het ook niet doen hoor, je gaat het ook niet doen. Wow, applausen voor Saar! Oké, Saar, jij wint 2 tickets naar Rome. Ik wens je heel veel plezier, ga er iets moois van maken. Ga niet kotsen alsjeblieft over die hersenen. Ga zeker ook de andere dingen checken, Spotlight. Sorry, vergeet niet te abonneren, ook op het kanaal van Vonneke Bonneke. En Saar, en shout-out naar deze schaap. En tot de volgende keer, mensen. Ik zeg later! Ik ga even lekker kotsen.